Half december is Turnhout weer even het epicentrum van de strip. Voor het tweejaarlijks festival Strip Turnhout zullen duizenden stripliefhebbers afzakken naar de Kempen voor een ontmoeting met hun favoriete tekenaar, een tentoonstelling of boekpresentatie. Er komen een hoop bekende tekenaars. We kunnen nog niet alles verklappen, want half november hebben we onze persconferentie. Maar we kunnen wel zeggen dat Spanje gastland is en dat er een hoop grote Vlaamse tekenaars naar het festival komen. Dat is eigenlijk een beetje de traditie van het festival. Wij noemen het festival altijd familiefeest van de Vlaamse strip. Het is opgericht door Willy van der Steen, Bob de Moor, Mark Sleen. En eigenlijk die traditie die wordt tot vandaag verder gezet. Op vrijdagavond is er een geïllustreerd concert. We hebben dat de vorige keer gedaan met Spinvis. En deze keer is dat Fixkes. En die spelen nummers van zichzelf, maar ook van Urbanus. En al die nummers worden telkens door een andere tekenaar geïllustreerd. Voor de editie 2009 kon Strip Turnhout een grote vis vangen. De Italiaanse striplegende Milo Manara. Manara brak wereldwijd door met erotische strips, waarvan sommige ook verfilmd zijn. En heeft daarnaast scenario's uitgewerkt van zijn grote vriend Hugo Pratt, eigenlijk een van de grondleggers van de strip. En heeft voor de laatste jaren van het leven van Fellini, toen Fellini geen geld meer vond om films te draaien, vroeg hij Manara, wil jij mijn scenario's niet tekenen? Dus eigenlijk de laatste filmscenario's van Fellini bestaan niet als film, maar die bestaan als strip. En die zijn door Manara getekend. De voorbije jaren werkt hij samen met Khodorkovsky, dat is een Chileense cineast en stripscenarist. En dan maakt hij een strip over de Borgias, die nogal wat opzien baart in stripland. Milo Manara zal tijdens Strip Turnhout de bronzen Ademar, zeg maar de Oscar van het beeldverhaal, uitreiken aan Willy Lindhout. Lindhout tekent al een kwart eeuw de knotsgekke Urbanus-strips, maar krijgt de cultuurprijs voor een heel ander werk, Jaren van de Olifant. Het bronzen beeldje komt niet als een verrassing. Ik dacht wel dat het nu een heel goede kans maakte. Maar niet dankzij Urbanus, maar vooral dankzij Jaren van de Olifant. Ik dacht, als ik hem ooit win, win ik hem nu. Ik heb hem gewonnen. Alle reclame is meegenomen voor uw werk. En voor de rest ben ik ook verzamelaar van beeldjes. En het is een mooi beeldje, dus het gaat in mijn verzameling past. Ik heb dat wel graag, ik ben er blij mee, ja. Jaren van de Olifant is een autobiografisch geïnspireerde strip die Lindhout schreef na de zelfdoding van zijn zoon Sam, nu 5 jaar geleden. 2 jaar nadat Sam uit het leven stapte, voelde de tekenaar de noodzaak om zijn gevoelens te uiten via het medium dat hij het best kent, de strip. Ik moest het maken, ja. Ik heb dat gedaan om louter voor mezelf eigenlijk, in eerste instantie. Ik dacht zelfs dat ik op die manier van uitbrengen en van tekenen ging afgeschoten worden door het publiek. Maar het tegengestelde bleek waar, tot mijn grote blijdschap. Maar ik heb eigenlijk geen seconde gedacht aan wat anderen ervan gingen vinden. Ik vond het een voorrecht dat ik dat mocht maken, dat ik dat kon maken, dat ik me daar kon inleven. Dat ik op die manier ergens nog een betekenis kon geven voor mij aan het overlijden van mijn zoon. Ik krijg heel veel reactie van therapeuten. En het wordt ook gebruikt als een werkinstrument door veel therapeuten ondertussen. Het doet me toch plezier als er mensen afkomen die zeggen van... en dat is al verschillende keren gebeurd, dat mensen zeggen, dankzij Jaren van de Olifant zijn we bijvoorbeeld terug beginnen spreken over een overledene die verzwegen werd in de familie. En er gebeuren soms dingen met mensen door het lezen van mijn boek. Dat vind ik toch wel tof, ja. Willy Lindhout en Urbanus krijgen als eregasten op Strip Turnhout ook een eigen tentoonstelling die helemaal gewijd is aan de bizarre leefwereld van Urbanus. Ik ben nu bezig met zaken te proberen samen te krijgen. Een tentoonstelling van attributen bijvoorbeeld, die te maken hebben met de urbane strip. En dat spreek ik van César zijn pijp, Euphrasie Armatotteken, allerhande rare toestand, portret van ook een Philemon, waarvan er ook de was omhoog hangen van Euphrasie, met Urbanus zijn kostuum aan, César zijn broek en consorten. Ik denk dat dat wel heel erg leuk wordt, ja. Bij Strip Turnhout hoort natuurlijk ook een nieuwe stripmuur. Het bewijs dat Turnhout dé stripstad bij uitstek is. Op de nieuwe muur komen figuurtjes uit de korte strookjesstrip Hunker Bunker over een bijzondere familie.
We hebben gekozen voor Reinhard. Die maakt een heel mooie familiestrip die in Die Bel in de Bond verschijnt. Een strip die een beetje doet denken aan Evert Meulen, aan de klare lijn van Avril en van Joost Zwarte. En we hebben naar Reinhard gevraagd of hij dat kon vertalen naar een muur in de Begijnenstraat. En hij is echt vertrokken van de kleur van die muur en van de vorm van die muur en heeft daar een ontwerp met zijn personages op getekend. It's my...